Ik denk meer dan 500 reacties. Meer dan 500? Ja, al in mijn mail, op de app, in de socials. Heb ik hem op alle kanalen proberen te bereiken. En ik heb er misschien 50 gelezen. Wat ik wel wil, is die meiden die al heel lang problemen hebben. Dat die hebben die stem niet om het aan mensen te... Die zijn vastgelopen. Die zijn onder druk gezet. Of die zijn afgebimpeld, bang gemaakt. Je hebt getekend, je krijgt boetes. Om die mensen met die foto's, als ze dat zelf willen, om die wel straks te gaan plaatsen. Eén voor één. Elke dag een paar. En dan kan ik zo heel lang doorgaan. Weet je, dan denk ik dat niemand meer implantaten neemt. Zij voert zelf ook geen ingrepen uit. Ze is gewoon een hele mooie prater. En, maar ook de artsen die daaraan meewerken. Hetzelfde. Zij horen je van tevoren, vooral jonge meiden, in gewoon normale taal te vertellen wat de consequenties zijn. En niet zo'n formuliertje die je even snel moet tekenen, want je wil snel, want je wil die operatie. En je gaat niet zo dat door zitten lezen en die taal begrijp je vaak ook helemaal niet wat er staat. Ze wil ook wel met me praten nu, met mediation, maar ik wil dat gewoon, mijn advocaat doet het nu. Ik heb met jou proberen te praten en tot een oplossing te komen, maar daar had je geen zin in. En je gaat vrolijk verder met nieuwe filmpjes plaatsen en mensen kunnen gewoon weer doorgaan. Dat moet je helemaal geen ene reet, want ik ben er één in de wachtrij. Er zijn er zoveel voor mij geweest, zij weet niet meer om te gaan. Het doet haar ook niks. Ze heeft geen emotie, geen gevoel. Het doet haar niks. Het doet haar niks bij al die meiden niet. Het doet haar bij niemand wat. Zij gaat gewoon door met geld verdienen. Over de rug van jonge meiden.